Laan, lid van het Europarlement voor D66. Aanstormend talent al daar. Hoe staan jullie bekend in het Europarlement als Nederlanders? De Europarlementariërs overwegend heel goed. We hebben dat algemene beeld, wat daar wordt aangestreept, hardwerkend, calvinistisch, zijn altijd aanwezig. De Nederlanders hebben een hoog aanwezigheidspercentage. Dat betekent ook dat we weten wat er speelt. En dat wat dat betreft eigenlijk voor een klein landje en een klein groepje Europarlementariërs vrij veel invloed kunnen hebben. Meer dan andere landen. Terwijl dat in de ministerraad, waar Nederland dus gewoon een klein landje is, heel anders is. En dat je merkt dat daar de Fransen, Engelsen en Duitsers veel meer invloed kunnen hebben. Wat is nou, ik zou Nederland willen vergelijken samen met jou met de twee andere kleine landen van de Benelux, Luxemburg en België. Zou je nou hun, kan je eens omschrijven hoe die opereren in zo'n Europarlement? Wat is hun tactiek, wat is hun strategie om zoveel mogelijk van de macht te pakken te krijgen? Nou, je merkt dat wij Nederlanders niet echt van die macht houden. Hè? En ook van die dat woord alleen al vinden we iets vies hebben. En de Belgen wel? Ja, de andere landen, en dan zou ik niet alleen zeggen België en Luxemburg, maar met name ook landen als Portugal en Griekenland, ook kleine landen, die hebben daar helemaal niet zoveel moeite mee. Die zeggen van ja, we hebben onze eigen rechten en daar komen we voor op en we willen ook ons belang verdedigen. En daar is het idee van opkomen voor het nationale belang, dat is helemaal geen vies woord. Maar blijf nou eens bij België en Nederland, of bij België en Luxemburg. Ja. Hoe opereren die? Ze zijn nog kleiner dan Nederland. Ja, nou, als je bijvoorbeeld kijkt dat een land als Luxemburg, dat dus heel erg dwars ligt over wat wij dan noemen de zetelkwestie. Hè, dat constante verhuizen dat wij moeten doen tussen Brussel en Straatsburg. Luxemburg heeft ook een zetel van het Europese parlement. Dus op zo'n punt gaat Luxemburg dus ook gewoon dwars liggen. En zegt van wij houden dat secretariaat van het parlement houden wij. Nou, dat brengt ontzettend veel romslomp en onkosten met zich mee. Maar er is niemand die dat raar vindt. Er is niemand die zegt, hé, klein landje, jullie moeten het niet zo raar doen. Dat hoort er gewoon bij. Ik hoor dat de Belgen meer bereiken omdat ze minder in het openbaar en meer in de achterafkamertjes hun zaken goed regelen. En dat wij dat gewoon niet kunnen. Nederlanders zijn wat dat betreft wat te open en zeggen meteen van dit willen wij graag. En dan denk ik van, nou ja, als ze dat willen, dan is eigenlijk de onderhandeling al van tafel. Terwijl er heel veel in de achterkamertjes gebeurt. Nederlanders gaan bijvoorbeeld pas 's ochtends naar een vergadering toe. Terwijl de avond van tevoren tijdens de diners alles al beklonken wordt. Ja. Dus die Belgen zijn gewoon slimmer? Die weten hoe het werkt. Ja. En we moeten niet vergeten maar wat jij nu bepleit, is dat wij een Nederlandse recht door zee mentaliteit gaan openbaren daar in het Europarlement. Dat lijkt me dus een dodelijke strategie. Nee, ik zou je begrijpen als je zou zeggen, achterkamertjes moeten we in. Ik denk dat we alle twee moeten doen. Een beetje wat Emine ook zei, aan de ene kant moeten we, zolang er echt een andere Europese cultuur is, moeten wij weten hoe die werkt. En daar moeten we aan meedoen om binnen te halen wat voor ons belangrijk is. Tegelijkertijd denk ik dat het helemaal niet slecht is dat die andere landen zich ook realiseren dat ontzettend veel meerwaarde is dan het Nederlandse model. Compromissen proberen te sluiten, eerlijk te zijn, op te komen voor je, te staan voor je woord. En hoe wil je dat dan promoten? Met een grote bek als Nederland? Je moet natuurlijk assertief zijn, je moet zelfverzekerd zijn. En ik denk ook dat je merkt dat het werkt. Hè. We hebben op een gegeven moment, de Nederlandse regering wilde 1,3 miljard terug uit Europa. Toen hebben we gezegd, wij willen dit. En daar staan we op. En verder eisen we dat gebeurt. En anders blokkeren we alles. Dat is gebeurd. Binnengekregen. We hebben het Maar zo'n mentaliteit van altijd dat nationale belang verdedigen, wat je toeschrijft aan Portugal en aan Griekenland, geeft dat niet een imago, zeker bij kleine landen, op den duur ook tegen je kan gaan werken? Van het zijn schrapers, inhalers en ze willen nooit dat. Daar zijn Nederlanders heel bang voor. Maar als ik zie dat de Grieken bijvoorbeeld echt jarenlang een normaal beleid ten aanzien van Turkije geblokkeerd hebben. Dus niemand die heeft gezegd van ja, zijn die Grieken nou helemaal gek geworden? Ze krijgen ontzettend veel geld, ze blokkeren ons buitenlands beleid. En nu zorgen ze ook nog dat we met een belangrijke partner zoals Turkije overhoop liggen. Er is niemand die heeft gezegd van laten we die Grieken daar eens voor straffen of op een andere manier behandelen. Nee, het is juist van oké, nou, als jullie dat willen, dan gaan we nog wat geven en nog wat meewerken. Het werkt. Dus een beetje meer capsones zou goed voor het land zijn. Ja, maar dan vind ik dus wel, en daar komt dus spreekt dan meer mijn hart, dat we dat moeten doen op dingen die echt belangrijk zijn. En dat het de volgende keer niet alleen gaat als het om het geld gaat, maar bijvoorbeeld om een humaan asielbeleid of andere zaken. En niet alleen maar als we weer eens op de centen aan het letten zijn. Maar een openlijk, breder geëtaleerd zelfbewustzijn aan de dag leggen. Ja, ik denk dat heel goed ook past bij Nederland, want we hebben veel om trots op te zijn. Ze mogen ook best wel vooruitkomen. Hartelijk dank, Louise Wies. Hartelijk dank iedereen hier in de studio. De toekomst van de Nederlanders zelfbewuster en brutaler wellicht, maar ook klompen en kaas, want die stimuleren de handel. Klompen en kaas, dat beeld zit er heel diep in. Zo is bijvoorbeeld in Amerika op sommige plekken dit nog steeds de favoriete donderdagavondbesteding.
Thank you.